Een hele goede morgen. Liam is in slaap gevallen, maar die was net nog lekker aan het spelen zoals jullie zagen. Jordi krijgt nu lekker zijn flesje en ik ga zo dadelijk verder de spulletjes klaarmaken. Want we doen een beetje eetdingetjes vandaag bij de logopedie. Dus dan gaan we mee aan de gang. Hé jongen, mama wat lekkere spulletjes meenemen voor jou. Ja, krijg jij dadelijk lekker spulletjes bij Ilse. Ze kijkt niet zo vies. Hij kijkt echt van, nou dat weet ik ook niet. Volgens mij geef je hem alleen maar vergif. Wij zijn alweer thuis. Jordi ligt nou lekker zijn flesje te drinken om daar lekker naar bedje toe te gaan. En Liam ligt in de box ruzie te maken met zichzelf. Hij moet eigenlijk slapen, maar dat wil hij nog niet. Waar heb je het tutje nou weer? Waar is jouw tutje dan? Je moet hem niet een keer weggooien. Slaapt. Tenminste, ik ben nou beweging in te komen. Zijn grote broer deed ook altijd. Met zijn neus zo omhoog. Altijd geweten dat mijn kinderen uit de hoogte doen. Ik denk dat er eentje wakker wordt. Stil zijn. Sst. Hier is er eentje wakker. Hallo. Hallo. Klein smoothie. Daar zit hij hoor, met zijn voeten te stampen. Zit hij met zijn beentjes zo, zit hij met voeten stampen. En zijn voetjes vastpakken. Ja, doe je voetjes vastpakken, hè? Ja. En toch, er zijn dingen die Jordi allemaal veel later is gaan doen. Ik ben echt 10 keer zo hard aan het proberen te genieten, omdat ik zo bang ben dat het zo snel voorbij is bij Liam. Maar ja. We doen wel, hè, genieten. Ja, hè. Ook al is het af en toe heel druk. Doen we wel, hè? Hallo. Zit je lekker? De kindjes liggen allebei in bed. Ja. Het andere kindje zit nog op de bank te speulen. Om te vervelen. Het heeft vandaag een beetje een... Een ondeugende dag. Laten we het zo noemen. Er zit wel leven in. Ja, en we vermaken ons prima met haar. Mm-hmm. En we vinden haar ook super lief. Ja. Als ze slaapt. Ja, of als ze gewoon ligt en niks doet. Maar ja, kindjes liggen dus op bed. En we hebben straks niet meer echt gevlogd, omdat ja, wat hebben we gedaan? Gegeten, gedronken, geknuffeld, gekroeld. En tijd aan de kindjes gespendeerd. Mm-hmm. En wij gaan zo lekker samen naar bed. Jij hebt gesport nog. Ja. En ja. Douchen moet hij ook nog. Dus Joef. Dan gaat hij dat zomaar doen. En volgens mij heeft Joef een ruft gelaten. Maar nu wel opgeladen worden, want hij zit aan de telefoonkabel. Ben je het doen, Joefke? Nee, hij, dat deed ik niet.
Dus. Dan gaat ze dom zitten kijken. 1, 2. Ach ja, we gaan in ieder geval zo naar bed. Ze heeft de hik, ze is aan het groeien. Dan heeft ze ook altijd gekke 5 minuten als ze de hik krijgt, Niels. Dus bereid je maar voor. Maar in ieder geval, welterusten allemaal. Welterusten. We gaan deze zo eventjes nog laten plassen en in de remmen stoppen. Goedemorgen. Hier is iemand wakker. Het doet alsof ze niet wakker is, maar zeg wel. Hallo. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Daar is Geetje van mama. Hoi. Ben je lekker geslapen? Hè? Hmm. Zal mama weer bed halen? Ik ga een flesje geven. Uitje doen. Ja? Nou, dan ga ik eventjes gauw in de gang. Ik heb zijn flesje al klaarstaan. Dus daar ben ik zo mee klaar. En de volgende heeft ook zijn fles gehad. Hey, jongen, zet een lekker flesje op. Doe jij een beetje lachen, bekken? Doe jij een beetje lachen, bekken? Hé, je een beetje lachen, bekken. Lekker stuk. Ik ben alvast bezig met het avondeten. Wij eten vandaag. Haché, alla, moi. Zoiets. Mijn moeder deed dat vroeger altijd al zo. En kinderen vinden, of ja, kinderen. Jordi vindt het geweldig. Ik maak het niet met haché vlees. Nee, ik maak het met runder gehakt. Dus ja, en ik doe er ook geen wortel in. Nee. Wat ik doe is, ik bak het gehakt. Ik doe er dadelijk champignons bij. Dan bak ik het nog verder. Dan doe ik de uien erin. Hier staat 4 grote uien. Nou, ik pak 2 pakjes. En dan zou ik 8 uien moeten doen. Nou, dan kan de darmen van Jordi kunnen daar absoluut niet aan. Dus wat ik dan doe is gewoon 4 uitjes. En dan doe ik de saus eroverheen. En dan maak ik aardappelpuree. En dan doe ik snijbonen doorheen en daar maak ik een soort van overschotel van en dat is wat we eten. Maar voor nu ga ik heel eventjes verder met mijn haché en ja, als het klaar is laat ik het zien. Pff, ui. Oh. Hebben jullie dat ook zo als jullie ui snijden? En als je dan uitgejankt bent en je hebt alles in de pan zitten, dan ziet het er ongeveer zo uit. Het is nu lekker aan het pruttelen. En ik zet hem dadelijk op een laag vuurtje met een deksel erop. En dan kan hij nog eventjes verder pruttelen. En alle smaken kunnen dan heel eventjes lekker erin rondtrekken. En dan is het straks gewoon lekker smullen. Nou, ik heb aardappelpuree gemaakt en daardoorheen heb ik snijbonen gedaan. En ik ga nu alles in een overschotel maken. En kijk hier, 2 overschotels. Ik heb nog wat over. Dit bewaar ik. Want dat, Niels die wil meestal dan nog wat meer vlees erbij. Dus dan schept hij hier nog wat van. En wat er over is, dat doe ik in de vriezer. Maar in principe kunnen wij hier gewoon 2 dagen van eten en dan heb ik nog over. Wat ik over heb gaat in de vriezer voor Jordi. En dan heb ik eten voor hem in de vriezer zitten. Dit is mijn hand. Dus zo groot is de ovenschotel. En het is zo gelaagd.
Normaal eet ik niet twee keer achter elkaar hetzelfde op een dag. Of twee dagen achter elkaar hetzelfde. Maar ik ben even heel eerlijk, dit is even makkelijk. En dit is juist de tweede dag lekkerder, vind ik zelf. Maar ja, hè? Ik heb mijn eten voor vandaag in ieder geval al klaar. Ik hoef het straks alleen nog maar in de oven te zetten. Een beetje paneermeel eroverheen te doen. En dan is hij lekker. Wij eten het altijd met appelmoes. Tenminste, ik eet het altijd met appelmoes van kinds af aan al. En ja, dus dat eten we vandaag en morgen. En dan is het na alle kokkerellen, eten en alles tijd om een lekker flesje te doen. En je bedje in te gaan, hè Jordi? He doesn't care. Ben je lekker aan het spelen? Ben je lekker aan het spelen, Lily? Dat is een leuke spelen. Allebei de ventjes zijn alweer wakker. En ik heb het een en ander gedaan. Ik heb de vaatwas weer aangezet en opgeruimd en dat soort dingen. En ik heb voor Liam heb ik ook alweer zijn avondmaaltje opstaan. Dat zit nu in de stomer en dat wordt zoete aardappel. Yummy! Krijg je vandaag zoete aardappel, hè jongen? Ja. Yeah. Jordi is lekker aan het spelen. En in zijn eigen wereldje. Kleine ondeugd. Ik ga met jou nog heel veel doormaken, denk ik. Je hebt ondeugd in je koppie. Je hebt ondeugd in je koppie. Ja. Ja. Voeding voor Liam, dan. Papa is thuis. En Jordi ligt net op bed. Ja, en Liam die ligt in de box. Die is een beetje aan het moppen. Ja. En ligt een beetje hetzelfde als Joef. Ja, Joef die is, zit nog in de bench, want Joef die was niet aan het luisteren. En deed weer van alles opeten in de tuin. Ja, we hebben echt een vuilnisbakje wat dat betreft. Misschien zou het helpen als we hem een keer eten geven, maar nee, hij heeft zijn brokkenbak altijd vol. Ja, ik zorg goed voor mijn hondenkind. En hij heeft zelfs nog lekker vleesje gehad, dus Ja, hij heeft straks ook dat wat ik heb gemaakt, dat haché-spul heeft ze ook wel gehad. Dus het is allemaal wel scheetje. Dus daar ligt het niet aan? Nee, nee. Mijn hondenkind krijgt ook gewoon te eten, net als mijn kindjes. Hondenkind? Mijn hondenkind. Ja, hoezo? Ik moet dat ding toch ook voeren en drinken geven en opvoeien? Ja. Ja, dus dan is het mijn hondenkind. Oké. Okay. Ach ja, ik ga je eventjes hier opruimen. En jij gaat op het kindje letten. Ja. Kindje. Kindje. En als Jordi jankt, Jordi ook. Dus. Nou, je hoort hem. Papa werk aan de winkel. Papa gaat papa spelen. Liam vond zijn hapje trouwens lekker, de zoete aardappel. Nam, 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 nam. Ja, hij doet ze te eten. Dan zit hij boos aan te kijken als het niet snel genoeg gaat. Ja, oh, echt, waar hebben wij twee hondennekjes, hè? Mm-hmm. Maar beter goed eten als niet eten. En nou hebben we vanavond gepoetst, gepoetst, gepoetst. Morgenochtend hebben we een visio. Dus we gaan deze ups en down ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. Welterusten en tot de volgende keer. Slaap lekker. Tot de volgende.